Nu is het echt doodstil hier. Maar ik neem aan dat er wel nog van alles gaat gebeuren als ik zo om me heen kijk. Ja, dit gebouw moet nog volledig worden gerestaureerd. We zijn in 2008 zijn we eigenaar geworden van de villa. 2010 gestart met de restauratie van de villa, heel voortvarend. Toen hadden we de stiekem hoop dat in een bouwtijd van een jaar dat klaar zou zijn. En we zijn nog niet klaar met de restauratie van de villa, maar we zijn nu zover dat we in de eindfase zitten. En als alles een beetje mee zit, gaan we in november bouwkundig opleveren. En zullen we begin 2013 ook met exploitatie kunnen starten. Wat maakt dit nou tot zo'n bijzondere plek? Wat het bijzonder maakt in de stad is dat het een complex is wat vooral bedoeld was om indruk te maken. Dus de façade van dit gebouw, wat nu niet meer herkenbaar is als zodanig, was een één groot reclamebord voor de firma Jongerius. Kun je nog herinneren de eerste keer dat je hier kwam, wat je toen dacht? Ja, voor mij was dat een gebouw wat me heel erg deed denken aan de tropen, aan het exotische. En dat speelde ook een belangrijke rol in het leven van Jongerius. Zie je dat terug dan? Ja, absoluut. Ja, het is een heel, met die grote overstekken en de type architectuur, heel on-Nederlandse architectuur. Ik denk dat het, daarom is het natuurlijk ook met recht een rijksmonument. Hoe gaat dat weer worden straks? Ja, dat, als je het hebt over wat je nu ziet, het beeld dat je nu ziet, moet je ook voorstellen dat het gebouw door Defensie al jaren geleden is verlaten. Ze hebben dit als kantoor gebruikt, zeg maar vanaf 1953 tot 20 jaar geleden. Toen werd het ontmanteld en zei, we hebben hier geen functie meer. En toen heeft het leeg gestaan al die tijd. En uiteindelijk hebben ze het een tijdje verhuurd gehad als filmstudio. Die hebben ook alles verbouwd en alles gedaan. En mochten ook alles, zagen er gewoon muren eruit en zo. Dus niemand realiseerde zich dat de waarde van het gebouw was. En toen heeft het weer jaren leeg gestaan tot 2011 dat wij het in handen kregen. Maar dat betekent dus ook dat het gebouw door tijd, water en invloeden enorm is aangetast. Hè. Dus het trieste beeld wat je nu ziet is natuurlijk ook door een enorme verwaarlozing van onderhoud. Dat er is niks aan gebeurd, al die jaren meer. Hoe spreek je de jeugd aan met zo'n gebouw? Ik denk dat vooral het plan om het nu al zeg maar, zo snel mogelijk maar in tijdelijk gebruik open te stellen, dat een enorme aantrekkingskracht zal kennen. Dat je kan er dingen doen als een dansstudio, ik zeg maar wat, of wellicht ook wel een goede plek voor feesten. Dit is natuurlijk toch een omgeving waar je nog een beetje uit je dak kan gaan, zal ik maar zeggen. Vroeger ging het zo dat mensen onder de pergola door naar de kantoorruimte liepen. En daar was natuurlijk ook weer over nagedacht. De betonnen pergola, die je hier twee kolommen van ziet, in nieuw. Die liep dus helemaal door tot hier, tot aan de entree van het kantoor. En daar waren allemaal bloemen omheen. Dus je liep echt over rode tegeltjes helemaal onder die bloemen door naar het kantoor. En door deze opzet is dus duidelijk dat het een totaalmonument is. Dat het als één geheel bedacht is. Dat villa, tuin en kantoor ook terecht sinds november 2011 een rijksmonument zijn geworden.